geblokkeerd van de weg met een doos aan het sturen. Goedemiddag, we zijn weer vrij op eigenlijk een normale tijdstip. Lekker fris vandaag. In de zin dat het niet zo vreselijk warm is als gisteren. Dit bevalt me toch een stuk beter. Ik moet vanmiddag nog wel even bezig met mijn fiets, want het voorwiel is een beetje meer speling dan de bedoeling is. Er zit een beetje ruimte in. Nou, het was een bezige dag. Nou, er wordt buiten getennist, de aclo. En aan de andere kant wordt gevolleybald. En daar is de heg zo hoog dat je er niks van ziet. Zo, wat gaan we doen? We gaan een stukje fietsen. Ik ga even een klein stukje Rijdiep Haven doen. Klein stukje. Niet dat ik ergens hoef te zijn, maar gewoon. Ik zou bij de Action kunnen, maar ik heb niks om te kopen. Ja. Bijna open van de sokken, die niet uitkijkt. Nou, het waait hier best aardig door. Windje, pootjes. Dat er niemand aankomt. Nou, gewoon lekker om, zonder uit te kijken, gewoon lekker omdraaien. Maak de shit erop los, of een ander. Dus
Nou, een beetje wind tegen. Wat gaan we doen? We gaan de rotonde drie kwart rond. Handje uitsteken. Ja, dan ga je natuurlijk gewoon stoppen. Dat is logisch, op een busbaan. Over de rotonde, drie kwart rond dus. En dan bij de rotonde gaan we als het een beetje mee zit linksaf. De wind een klein beetje van de zijkant. Nou, de eerstvolgende afslag rechts. Oh, nou niet zo handig, want het is Volkstuinencomplex Vinkhuizen. Maar daar kunnen we bij de fiets wel langs. Ja, dat is een fietspad met wat gravel erop. Pietje voorzichtig. Dan gaan we over het fietspad aan deze kant, waar eigenlijk stiekem een bordje staat van voetpad. Als ik een beetje oplet en de eventuele voetgangers ruimte geef, moet het kunnen. Ik doe wel een afbeelding op het asfalt waar een blanke voetganger is platgereden. Nou, dit wordt een beetje krap. We stoppen even. Wat steken. En we zijn er langs. Er ligt wat op de grond verderop. Iemand heeft zijn zadeldekje verloren. Ik moet bij een of ander fietspad uit. Nou, een stukje bos in Vinkhuizen. Wat gezellig. Wederom de korte broek nog aan. Sportschoentjes, sportieve schoenen. Polo shirtje aangehouden. Rugzak op het stuur, of aan het stuur moet ik zeggen. En zo hobbelen wij het bos door. Nou, met laaghangende takjes. Nou, het lijkt me niet een plek om 's nachts te gaan lopen eigenlijk. Gebrek aan verlichting.
Nou, dan komen we uit bij, ja. Hij is langzaam. Hij wordt in één hand steeds weg. Dus even kijken, wij kunnen wel rechtdoor. Denk ik. Dan kan ik niet rechtdoor, nou, dan ga ik er terug. Dat is niet heel fietsvriendelijk dit. Misschien kom ik langs de lokale boerderij, kinderboerderij in dit geval. Nou, voorzichtig. Ah, dan komen we hier uit. Nou, even kijken hoe we hier naar beneden kunnen komen. Geen idee of dit nou een voetpad of fietspad is. Maar goed, als we er langs kunnen, gaan we er gewoon langs. Zo, een moderne oplossing, vangrails. Nou, sterk de indruk dat ik nu door een voetgangersgebied aan het rijden ben. Gezien de ongelooflijk slechte aansluiting op het fietspad. Wat gaan we doen? Nou, we gaan het Roege Bos weer in. En dit keer is een andere route rijden dan anders. We gaan hier het Roege Pad op. Kunnen we aan het eind van het Roege Pad het bos in. Nou, dus haaks de hoek om, bijna. Geen reet hier. En dan gaan we omhoog, even gang zetten. Anders rol ik net zo hard weer achteruit. En dat kan niet de bedoeling zijn. Wat gaan we doen? We gaan over een zandpad blijkbaar. Nou, dat is knap los. En dat fietst niet heel fijn. Echt niet verder komen ga ik lopen. Maar voorlopig lukt het nog redelijk. Nog van een plek waar je niet langs moet als het regent. Dat ga je voor geen kilometer redden. Nou, loopt het ook nog een beetje omhoog.
Poppedikkie. Oké. Nou, het wordt hier alleen maar muller. Een beetje aan de zijkant rijden. Ziet er in elk geval iemand al eerder met zijn fiets langs gesnort is. Goed. Dan we rechtdoor kunnen. Die halve kant nog behalve waar ik heen moet. Nou, het is niet heel erg aanlokkelijk om weer te doen. Maar goed, het is ook een bospad. Zo, dat trilt behoorlijk. Dan gaan we nu bijna recht naar beneden zo'n beetje. Even op de rem. Nou. En door de paardenpoep laveren. Nou, langs twee hondjes die het heel druk hebben.